Sportief gezien was 2010 best een aardig jaar voor NAC Breda. Maar op bestuurlijk en financieel gebied was het een puinhoop. Toch had voorzitter Bas van Bavel het lef om de zaken in zijn nieuwjaarsspeech nog eens op een rijtje te zetten. Achter en volgens de eerste maanden zagen de naweeën van de uitgelopen verbouwing. Die zagen de ongeregeldheden bij de wedstrijd tegen Go Ahead. Die zagen achterstanden bij de Belastingdienst. Missen van de play-offs, financiële problemen, vertrek van de voorzitter. En dat was nog lang niet alles. Nee, 2010 was in Breda een jaar vol drama en onrust. In 2011 moet dat anders. Defensief beleid, denk ik, qua financiën. Aflossen en misschien weer wel uitgeven, maar niet meer op de grote voet leven. En dat lijkt te gebeuren. De voorzitter had goed nieuws. We zijn gekomen van een verlies van van 4,2 miljoen in het vorige boekjaar. De afgelopen maanden zijn wij 3 miljoen vooruit gegaan, hebben wij omgebogen. Ik denk dat dat fantastisch nieuws is, want dat betekent dat wij op 2/3 zijn van de weg naar gezondmaking, volledige gezondmaking van de club. En hebben we in een paar maanden hebben we dat voor elkaar gekregen. Maar ja, jullie hebben ook zelf natuurlijk uit de klauwen laten lopen. Dat klopt, de club, iedereen met elkaar heeft dat gedaan. Maar degene die daar vooral de schuld van kreeg is Theo Mommers, de directeur van NAC die sinds april in de ziektewet zit. Ondanks alle goede voornemens dreigt het eerste relletje van 2011 er alweer aan te komen. Theo Mommers wil namelijk terugkeren bij NAC. De algemeen directeur die is uit zijn functie ontheven. Dus het bestuur heeft hem uit zijn functie ontheven. En daar wil ik het verder bij laten. Dat zou toch wat zijn, hè, als Mommers hier in één keer weer voor de deur staat? Ja. We wachten geduldig af.